Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik op een papiertje rat geschreven en dat op de muur geplakt. Ik had ineens het gevoel, rat, ik moet eens iets met een rat doen. Punt. Of de olifant schrijft een brief, maar hij kent maar 1 letter. Zo plot zou het zijn. Dus hij kent alleen de letter D. En hoe schrijf je... Nou, dat bedenk ik dus nu. Hoe schrijf je een brief als je alleen de letter D kent? Dat is toch een aardig idee. Dat moet ik onthouden. Nou, de volgende stap is dan dat ik ga denken. Wat denkt die olifant? Dus de olifant zat in het gras aan de oever van de rivier. En schreef een brief aan de egel. De... schrijft hij. En toen krabde hij met zijn slurf achter zijn oor. En dacht, ja, daar begrijpt de egel vast niks van. Hoe moet ik nou verder? De. Hij pakte weer zijn pen en schreef de. Ja. En toen dacht hij, ja, zou dit een brief zijn? Heerlijk. Die vrouw die toen liet doodgaan aan die ziekte, die ging zo grappig dood, zou ik maar zeggen. En dit is ook een iets wat over heel iets droevigs gaat. Wel eens een vader gezien die een moeder sloeg. Haar met een mes in zijn vuist over de dijk wegjoeg. Nee, nooit gezien. Want ik zat op mijn gat in de tuin. Ik groef kluitend gras los. Toen begon het te regenen. Toen kwam mijn vader thuis. Hij zei, kom gauw in huis. Het regent, je wordt nog nat. Ja, dan zaten de kinderen in de tuin te spelen en dan rende ik... Over de dijk weg voor die vader met dat mes of met die handen die daar... Maar mijn man die ik toen had, die sloeg. En daar zaten die kleine kinderen bij. En die was ook heel lief voor die kinderen ook. Dus daarom heb ik hier geschreven. Hij zei, kom gauw in huis, het regent, je wordt nog nat. Terwijl hij even van tevoren mij achterna zat. Zo hebben alle dingen 2 kanten. En daarom had ik ook niet echt een hekel aan die man. Mijn eerste verhaal ging over een muis die piep zei. Nou, het werd een lang verhaal, want het woordje piep, dat kon je gewoon aanvullen. Dus de hele bladzijde ging vol met piep, 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 piep verder. Hè? Het mooie aan sprookjes vind ik dat niets uitgelegd wordt. Er hangt ergens een afgehakt paardenhoofd aan de muur gespijkerd en het paardenhoofd zingt. Wil je op een wolk vliegen? Beschrijf je dat toch gewoon? Ik heb een verhaal geschreven vanuit een schilderij. Dat was een heel eng schilderij. Het was een klein meisje op een stoeltje. Die zat thee drinken te spelen met een poppenserviesje. Naast haar zat een pop. En het waren zulke griezelige... En het meisje was heel griezelig en de pop was heel griezelig. Ik was dan bang voor dat schilderij. Er was een beeld... En dat bleek een herinnering van raven die een baar trekken. Een baar waar een doodskist op ligt. Ja. En een muisje dat was doodgegaan. Die tekst die kwam daarbij. En toen, ja, dat is het begin geworden van het verhaal van dat meisje. Poes! In de Chinese encyclopedie worden de dieren gerangschikt in... Dieren die in sprookjes voorkomen. Dieren die veel lawaai maken. Dieren die stinken. En dieren die je op de dag van de keizer kunt opeten. Ik heb ook wel een figuurtje getekend waar ik echt niet van wist wat hij moest gaan doen. En toen heb ik hem 4 keer getekend. Eerst liep hij een beetje te aarzelen. Dus eerste plaatje staat hij. Tweede plaatje loopt hij en weet eigenlijk niet wat hij moet gaan doen. Dat komt omdat ik dan niks wist. Het derde plaatje ziet hij iets, maar toen wist ik nog niet wat hij zag. En toen had ik een andere tekening, zomaar los. En daar stond een mannetje op zijn kop. Toen dacht ik, weet je wat, ik pak dat mannetje dat op zijn kop staat... en dat zet ik dan op het volgende plaatje... zodat dat jongetje ziet dat mannetje op zijn kop staan. En dan vraagt hij, waarom doet u zo raar? En toen had ik het verhaal. Een ontzettend dikke man die onder een brug woont... en een ontzettend dikke vrouw die in een put zit. Laatst zag ik bij mij achter in de tuin een specht de boom inschieten... Zigzaggend, hamerend, tikkend, heel zenuwachtig. Maar hij had haast. Dus uit alle vakken pakte hij wat. Uit dat laadje wat, uit dat laadje wat, uit die vrieskist wat. Ook ben nog wat vergeten, even terug. En op dat moment winkelde de specht. Ik had het beeld van een meisje wat iedere nacht het idee heeft dat er een wit paard door haar straat loopt. Het meisje is de dochter van een pianist.
die haar altijd die haar les geeft. En dat moet ze achter een zwarte vleugel zitten en krijgt ze erg op de donder als ze het verkeerd doet. Op een gegeven moment wordt ze wakker van zijn gezang. En dan komt erop die vrolijk door die straat, want hij is dronken of heeft een feestje gehad, zoals zo'n man dat heeft. En hij is dan opeens heel aardig tegen het meisje wat hij op het balkon doet staan en vraagt van, of ze buiten wil komen. Als ze buiten komt, mag ze op zijn rug zitten. En dan is het dus haar gedachte van, s'nachts was het nooit dat ze dat geweten, maar s'nachts was haar vader aan dit paard. En toen ontstond pas mijn eerste zin, zo zwart als de piano was, zo wit was het paard. Of ik kom een oude man tegen in de trein en die biedt mij een gevulde koek aan. Als ik thuis kom, dan viert die man eigenlijk al in mijn verhaal zijn verjaardag in de trein. Zijn vrouw is dood, kinderen komen bijna nooit bij hem. En dan heeft hij al verjaardagsslingers in de trein hangen. En dan komt er een heel fanfareorkest bij. Dat jongetje moest iets doen. En ik wist niet zo goed wat. En toen dacht ik, als ik nou een hele dikke man en een hele dikke vrouw neem, die weigeren een voet te verzetten, maar wel in elkaar geïnteresseerd zijn, kan dat jongetje mooi als boodschapper dienen. Je hebt een heel pakhuisje vol dingen die je herinnert, die in je hoofd zoomen als een soort vlieg. En waarvan je niet precies weet waarom ze in je hoofd blijven zoomen. Zo heb ik ooit een gedicht over een kraai geschreven, terwijl ik absoluut niet begrepen waarom die kraai al jaren in mijn hoofd rondvloog. Hij moet om te beginnen allerlei lekkere hapjes brengen. En hij moet ook aan de dikke man vertellen hoe de dikke vrouw eruit ziet. En hij moet aan de dikke vrouw vertellen hoe de dikke man eruit ziet. Die vampier in het boek, daarvan gaat de moeder vampier voor haar zoontje, die een vampier is en die nog nooit bloed geproefd heeft. Die moeder gaat de mensenwereld in om een meisje voor haar zoon te halen, zodat hij eindelijk een meisje voor zichzelf heeft waar hij eens van kan proeven. Ik kwam in het Japanse concentratiekamp op mijn 12e verjaardag en ik kwam er even op voor mijn 15e verjaardag uit. Maar zelfs daar speelden we nog aan mijn verzonnen verhalen. En het lampen moest uit, was verduistering. Alle bruiden van zijn vader, al die vampieren en ook de vader vampier, die willen allemaal al van dat meisje een slokje nemen. Dan moest je het dus heel spannend maken. Als ze niet spannend waren, vielen de anderen die luisterden in slaap. Heel zachtjes gaan praten natuurlijk in bed. En zeggen van, ik geloof toch echt daar door die kier. Daar komt hij aan. En kijk eens naar de deur. Kijk nou naar de deur. Hij glanst niet meer. Het is toch echt een schaduw. Kijk dan. En dan ineens vloog je uit je dekens zo overeind. En dan begonnen de anderen ook te gillen. Ik heb wel eens gehad dat ik dan bijvoorbeeld 's nachts iets droomde. Hele ijskoude vissen zwommen door de kamer heen. En die zwommen ook zo langs mij heen, hele grote, zo in mijn kamer. Nou, en dan word ik wakker en denk, wat een idiote droom. Hoe kom ik nou toch aan hele ijskoude vissen in de kamer? En denk tegelijk van, nou, die kan ik wel mooi gebruiken in dit verhaal. Dat gaat over een kind dat verhuizen gaat en dat vreselijk vindt. In dat hotel hadden wij 13 wc's. Iedere keer als ik naar de wc moest, ging ik naar een andere wc. Ik had bijvoorbeeld ook op straat, als er een buurvrouw geschopt had op de stoep, dan liep dat water zo door de goot. Er was een groep kinderen en daar was ik dan de baas over en dan dirigeerde ik ze de put in. Ik zie de kaboutertjes voor me of een vee of beesten of wat dan ook en ik leg het vast. Ik ben eigenlijk een journalist. En dan zei ik, en nu opschieten en en je gaat allemaal daar de put in. De enige vriend die hij heeft is die vis. Hij heeft moeilijk contacten. Hij heeft alleen maar met die vis contact. En dat is het meest moeilijke om contact mee te krijgen. Ik had een broertje dat er niet was. En daarom was ik toch nooit echt alleen. Dan ging ik naar de wc en dan dacht ik, ja, maar dat broertje dat is daar door de wc gegaan. En ja, dan voelde ik me op de wc heel veilig. Want dan hoorde ik bij dat broertje wat daar doorgespoeld was. Maar ik denk dat we in zekere zin allemaal op vissen lijken. Dat we allemaal vaak, als het ware, naar de oppervlakte komen, happen en kijken en niks kunnen zeggen. En niet duidelijk maken wat er eigenlijk in onze kleine kopjes zit. Ik laat in een verhaal een meisje Merel samen met haar vader fantaseren over als je nou 's avonds in je bed plast. En je plast zo ontzettend veel dat de hele kamer vol loopt. Dan kan je gaan varen met je bed. Ik zie een film. Van die film maak ik een boek. En de lezer ziet weer een film. Maar het is wel een andere film. Stel je voor dat je nog meer plast. Het hele dorp loopt vol. Ik zou dat niet zo gauw in een boek voor volwassenen schrijven, maar wel in een kinderboek. Ik lig altijd heel graag in bed. Dat is net alsof je in een bootje zit op een golfslag. En dat bootje gaat op een bepaalde manier heen en weer. En door die beweging
passen bepaalde woorden wel en andere woorden niet. Dat is mij ook wel gebeurd. Dat ik ging zitten om een landschap te beschrijven en plotseling bleek ik mijn vader te beschrijven. Die op de een of andere manier in dat landschap zat. Mijn vader was kleermaker en er stonden die vrouwen voor de spiegel en die kregen mooie kleren aan en mijn vader mocht daar aan zitten. Nee, en je wist dus inderdaad niks van seks. Maar dat was natuurlijk heel erotisch. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind, hoe ook een boek tot stand is gekomen, dat ik in de bergen reed, in de auto, met mijn man. En wij, er was een beetje ijs op de weg en wij slipten en wij donderden bijna over het randje. En wij stonden dus echt aan het randje met die auto en we giechelden. En 4 maanden daarna ben ik begonnen aan een boek over een meisje wat haar ouders heeft verloren, omdat die met hun auto in de berg zijn gevallen. Dat meisje is een heel lastig meisje en ze had ook altijd ruzie met haar moeder, dus ze voelt zich vreselijk schuldig. Ja, het ging over de blauwe maan. Dan kun je bijvoorbeeld een groot ei vinden in je tuin. En dan komt eruit een hele kale vogel, maar die groeit en groeit. En op een gegeven moment kun je een huisje op poten vinden, dat is weggelopen bij de boze heks. En het mannetje van pap Sau komt. Je kent toch het mannetje van pap Sau? Komt eens in het jaar en dat is nou. Iedereen die het boek open doet, die ondergaat hetzelfde als iemand die in een zaal zit en die grote rode gordijnen ziet openschuiven. Je weet al die tijd, het is een verhaal. Het is maar gespeeld. Ik heb een zin een keer op een slaapkamer van een meisje zien staan. Stilte, AUB, ik denk aan de kip. Er komt een heel boek omheen, dat weet ik. De bij ontmoet de dood, want hij is weggeschoten in een kanon. De verte, ik vind dat altijd een mooi woord. Nou ja, ze liepen naar de verte, punt. Hij is weggeschoten met een kanon, komt op een onbewoond eiland terecht en eigenlijk in de armen van de dood die over de zee zit uit te staren, want die is hopeloos verliefd. De verte was groot, punt. Zo'n zinnetje, dat vind ik heel mooi. Ja. Het staat er wel, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat leest. De lucht was blauw. Misschien is het zoiets als een holle weg in België. Vogels zongen, punt. Ja. Dan zie je eerst niets. Je ziet alleen maar 2 wanden van struiken en of gras of onkruid aan weerskanten. En opeens kijk je wam een heel eind weg. En je ziet bossen en je ziet glooiende akkers. Dat soort dingen. En toch loop je nog steeds over dezelfde weg. Ja, de horizon is iets schitterends. Ja. Ik ben gek op de horizon. Het mooiste wat er is, eigenlijk de horizon. Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik op een papiertje rat geschreven en dat op de muur geplakt. Ik had ineens het gevoel, rat, ik moet eens iets met een rat doen. Ik schrijf altijd. Altijd. En dat kan ik niet laten.